Patricia, jij bent directeur van WTC Almere. WTC en Almere, dat zou inhouden dat Almere internationaal is. Kun je mij iets meer vertellen over het internationale karakter van Almere? Ja, dat kan ik. De gemeente heeft er een aantal jaren geleden toe besloten om een WTC-licentie aan te kopen. En met die licentie hebben ze het WTC opgericht binnen Almere. En de bedoeling was om internationalisering te bevorderen binnen Almere. En in alle onderzoeken komt eigenlijk naar voren dat als je internationaliseert als bedrijf, dat je dan ook sneller groeit. En de ultieme doelstelling natuurlijk van de gemeente is om arbeidsplaatsen te creëren. Dus hoe meer bedrijven internationaliseren, hoe meer ze groeien, hoe meer arbeidsplaatsen we hebben. Nou, die inzet, daar is de gemeente heel druk mee. En wij dus als WTC ook. We hebben een international school gekregen binnen Almere. Grotere corporates gaan zich vestigen binnen Almere. En ze proberen het vestigingsklimaat zo te maken dat het goed is om in Almere aanwezig te zijn. En misschien niet onbelangrijk, het is iets goedkoper dan WTC Amsterdam. En dat vinden veel bedrijven toch ook wel aangenaam. En Almere zelf heeft ook heel veel internationale belangstelling. Ja, dat klopt. Dat komt met name door de manier waarop de stedenbouw zeg maar is. Hè. Almere is natuurlijk een bedachte stad vanaf de tekentafel. Dus wat heel veel gebeurt is in China worden heel veel new towns, zoals dat heet, vanaf de tekentafel uit de grond gestampt. En heel veel van die organisaties die komen hier kijken hoe wij het hebben gedaan. Nou, hier kijken is ook heel simpel, want ik ben met een prachtige glazen lift naar boven vervoerd door jou. Ja. En vervolgens heb ik op de hoogste etage kunnen zien, want dit is het hoogste WTC-gebouw van Nederland, ja. Heb ik kunnen zien hoe dat zich allemaal heeft ontwikkeld en hoe het zich nog gaat ontwikkelen, want het is ook lang nog niet af. Het is nog lang niet af, gelukkig niet. En dat kun je boven ook heel goed zien. We zijn samen naar de 29e etage geweest. En als je dan van bovenaf zeg maar, naar Almere kijkt, dan zie je ook dat er hele stukken grond in Almere nog niet ontwikkeld zijn. En het lijkt allemaal braakliggend terrein, maar dat is het natuurlijk niet. Het is ook van tevoren bedacht. Want de stad moet kunnen meegroeien met zijn inwoners, moet ze kunnen vormen naar de manier waarop de maatschappij zich vormt. En dat zie je ook terug in Almere. Grote stukken inbreidingsgebied heet dat, wat nog ontwikkeld kan worden voor bedrijven en voor zijn inwoners. Dankjewel voor dit gesprek.